What's up YouTube? Nou, we zijn weer in de gym en zoals je al kunt horen praat ik gewoon in Nederlands. Want mijn social media expert, Twan, achter de camera, even een gesprekje mee gehad en besloten dat als we in het Nederlands verder gaan, het toch wat breder publiek kunnen aantrekken in Nederland. En aangezien we nog niet per se over de grenzen gaan, leek het ons verstandiger om eigenlijk weer terug te switchen naar Nederlands. Dus zodoende vanaf nu en heden eigenlijk de vlogs en sowieso de podcast weer in het Nederlands. Dus voor de mensen die aangaven dat ze het jammer vonden dat het in het Engels was, bij deze luisteren naar je verzoeken. En we gaan vandaag een pull- en hamstring sessie doen. Die hebben we nog niet op de camera gehad. Dus die gaan we even knallen vandaag. Ik ben even kijken. 6 weken, 5 dagen uit voor de eerste competitie op 10 december. Je kan het misschien wel zien aan mijn gezicht, het wordt slanker nu. Mijn shape die is ook aan het afslanken. Ik weeg inmiddels 93,1 kilo. Dus er is best wel wat al vanaf. Bijna 16 kilo. Dus dat is fors. Maar de shape die ligt er niet om. En wat dat betreft lopen we op schema. Net een leuk spontaan telefoongesprek gehad met iemand waar ik later in de vlogs nog wel wat meer over zal gaan zeggen. Maar zoals de meesten dat dan doen, die kondigen er dan aan dat er iets leuks aan zit te komen. Dus bij deze, hou dat in de gaten. Oké, let's go. Oké, ik doe nou de single arm pull-down, straight arm pull-down, om voor de glutes. Nee. Nou, wat je normaal gesproken ziet bij een reguliere pull-down, hè, dus dat ze dan op deze manier die beweging maken. En dat is, daar is op zich niks mis mee, alleen wat er vaak gebeurt is dat je te veel rotatie weer vanuit die schouders gaat krijgen, waardoor je eigenlijk alleen maar aan het bewegen bent vanuit die trap en romboid regio. Dus wat je heel specifiek ziet hier zo. Dus ik maak een ruime stap naar achter. Ik reik eigenlijk met die led naar voren. Dus ik extend mijn arm. Om dan vervolgens ook in die beweging letterlijk een rowbeweging te maken. En op deze manier kun je het ook een beetje voelen. En dan voel je dus of die contractie dan ook wel echt in die led zit. En als je dus van je af blijft reiken, en op die manier die row maakt, dan heb je dus eigenlijk constante spanning in je led. In plaats van dat die in de bovenkant van je schouder gaat zitten. Of in je traps. Ja, zoals je net zag, staan mijn voeten best wel naar buiten gericht op die leg curl. Ten eerste komt dat omdat ik er net niet bewust van was, dat is één. Maar om daar gelijk op in te vullen dat als je bijvoorbeeld op een leg extensie zit, en wat je dan vaak ziet, is dat mensen dus heel knullig hun voetpositie veranderen, want dan outer sweep kunnen trainen. Nou, dat is natuurlijk de grootste onzin. Bij leg curl is het net even iets anders. En daarbij werkt het dus wel. Als je bij een leg curl dus de voetpositie bepaalt ook in wat voor mate je verschillende
hamstringvezels kunt aanspreken en trainen. Dus probeer dat eens een keer op een leg curl. Hou bijvoorbeeld je voeten horizontaal, verticaal. Kant dus een beetje naar buiten en naar binnen. En dan zul je merken dat je op die manier dan wel verschillende hamstringvezels zult aanspreken. Seconden rust en dan gelijk door, kijken wat er nog in zit. Oeh, niet veel meer. Zeg je? Schoentjes uit. Moeten aarden. Ik heb altijd een standaard een gat in mijn sok. Ach, standaard. Ja. En daarom altijd straps dragen om mijn grip niet begaffert. Ja. Zoals je opvalt train ik vandaag hamstrings en rug. En dat is eigenlijk met name omdat wanneer je bijvoorbeeld hamstrings ook volledig zou aanpakken op leg day, dat je vaak een hoop kracht en energie al kwijt bent op een huidige of volwaardige leg day. En als je het op deze manier dus verdeelt, ben je de belastbaarheid ook weer aan het verspreiden over de week. Dan kun je beter herstellen. En heb je op leg day dus ook meer kracht en drive over om nog een goede leg day te kunnen knallen. Dan wanneer je quads en hamstrings volledig zou willen uitputten op zo'n leg day. Dus daarom zie je dat het vaak best wel een gebruikelijke split is. Dat dus op rug, in ieder geval één rugdag, ook een stukje hamstring wordt meegenomen. Puur om die belastbaarheid te verdelen en de intensiteit. Wat ik dan wel heb, is heb ik nog een tweede rugdag. En daar focus ik me dan wel gewoon volledig op mijn rug op. En zo zorg je er ook voor dat je over de week genoeg volume hebt. Dus dat is de reden. Nu wel straps? Ja, nu wel straps. Nu voel ik serieus al van die... stiff leg deadlift, dat ik gewoon beter straps had moeten gebruiken, want mijn grip is nu al aan het verzuren. Oh.
Altijd even die nipslip wegwerken, anders worden we dadelijk gemonetized. Moeten we niet hebben. Hier ook weer een paar cues gekregen van de performance coach Richard van Riel. Of sorry, wat zeg je nou? Ruben. Ik zeg Richard. Laten we Prep maar de schuld geven. Ruben. Ruben van Riel. Oh. Preps, maar tegelijkertijd ook weer niet. Ja, ik moest hem eerst even voelen. Maar wat ik dus moet doen, is om meer die lats aan te spreken, zo ver mogelijk achter op de bench gaan hangen. Zodat ik met mijn borst tegen het kussen aandruk. In die beweging, zoals je ziet, die schouders vanuit deze positie naar beneden druk. En dan ook als het ware naar beneden wil trekken. Zodat ik dan ook echt die lats aanspreek. Dus kom ik vanaf hier. Schouders naar beneden drukken en in die beweging die lats. En zo proberen we dus echt die lat-activatie te maximaliseren om er nog die laatste 7 weken zoveel mogelijk uit te halen. Omdat lats natuurlijk altijd wel een ding is geweest bij mij, loopt altijd wel een beetje achter. En met deze kleine tips toch wel wat redelijk progressie kunnen maken afgelopen 8 maanden. Dus dat is wel top. Ugh.
Oké, dus dat was weer leg day, of sorry, dat was weer pull en hamstrings. Nou, een paar dingetjes uitgelegd, hè, waarom ik dus de verdeling tussen rug en hamstrings heb. En een stukje poseren gedaan. Laat even weten wat je van mijn huidige shape vindt op dit moment. We zijn nu 6 weken en 5 dagen uit voor de Ironman en de Bonac. Dus laat me weten of je denkt dat ik op schema lig, of ik drogen moet. En ja, wellicht zal ik dat van harte nemen en zal ik daardoor een beetje harder gaan werken, mocht het nodig zijn. Laat me weten wat je van de video vond. We zijn weer terug naar het Nederlands gegaan. En als je het leuk vond, dan graag duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot volgende week.